iemand die heel erg dieper is. Ja. Of iemand die toch een afstand heeft. Dan kun je toch veel, veel directer over zijn. Nou ja, dat is. En dat is ook echt zo. Ja. Je kunt. Wij kunnen veel makkelijker met elkaar praten dan dat jij nu een vriend, goede vriend moet interviewen. Dat is haast niet te doen. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ja. Prachtige zinnen. Dat zijn echt prachtige zinnen. Ik ga een paar citeren. Eenzaamheid is een hond waarvan je de haren vindt nadat ze is vertrokken. Denk er maar over na. Ik was een hippie, ben ik ooit gewend. Ik was een hippie. Misschien nog steeds. En wat is de Pause Pitch? De Pause Pitch is een vast onderdeel bij Bart's Boekenclub, waarin ik jonge debuterende schrijvers, of jong, gewoon debuterende schrijvers, een podium bied zijn of haar roman of verhalenbundel bij mij hier te pitchen, te promoten in de vorm van een elevator pitch. Een stukje Esther Gerritsen dat erin zit? In die... Nee, er zit helemaal niks van mij in dit Wel flauw grap van me, ja. We gaan door met de volgende vraag. Door, als jij het voorleest, is het ook prima. Nee, dat kan ik helemaal niet goed. Nou, moet je zeggen. Ik bedoel, het is een laatste avond hier. Kom nu op, Bart. Nee, ik vind het even leuk. Ja? Buffalo Bones. Buffalo Bones, oké. Okay. Weet je zeker? Nee. Echt totally not done is in dit publiek. En dan draait je op een gegeven moment... Does your mother know? Dus, als een heer van Brederode overlijdt zonder kinderen na te laten, dan vervalt het hele bezit terug aan de graaf. Dat is natuurlijk een drama voor de familie. Dus er moet een kind komen. Er moet een kind komen. Ja, en dan gaat hij ook, en dan, ik wil daar niet te lang op stilstaan, want dat moet ik best wel lezen, maar dan gaat hij op pelgrimage naar Ierland, en komt onder de meest bizarre, hallucinerende omstandigheden, komt hij daar terecht. Maar, mogen we al iets verklappen? Ze krijgen nog steeds geen kinderen. Klein snel liedje. Mogen we daarna dan nog één liedje doen? Ja. Nou, het is niet collectief. Ja of nee? Ja! Ja, oké. Okay. Ja. Ik vond het een fijn gesprek. Ik vond het ook een goed gesprek. Ja. Dokter Withuis.